Hallo mannen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag geen 10 tips, maar 8 tips die ik jullie geef over met diabetes en naar school gaan. We gaan onder andere hebben over dat ik een extra tasje altijd in mijn tas heb zitten, in mijn schooltas. Waar ik mijn reserve spulletjes van mijn pomp altijd in doe. Als je benieuwd bent wat voor tasje dat is, dan kan je even doorspoelen. En voor de rest zeg ik, laten we snel beginnen, want anders duurt het weer veel te lang. Ik zeg, let's go! Eerste punt waar we mee beginnen is dat je niet bang hoeft te zijn om in de klas te gaan spuiten. Het is natuurlijk even spannend, dat hoort erbij. Maar echt bang zijn voor, oh wat gaan anderen ervan vinden? Ja, dat heb je wel, maar uiteindelijk gaat dat vanzelf weg. En het voordeel van als je al in deze coronatijd al een pomp hebt gekregen, is dat, je dan ook, dat het dan gewoon veel makkelijker is. En dat sommigen misschien nog wel vragen, hey, heb je 2 telefoons of zo? Of dat soort dingen. Maar voor de rest, nee. Eigenlijk hoef je dan niet bang te zijn van wat anderen ervan gaan vinden. Behalve als je gaat spuiten, of als je nog aan het spuiten bent. Dan is het natuurlijk nog wel even spannend, en dat wil ik ook. Maar het gaat gelukkig vanzelf allemaal weg. Of je moet eventjes een rustig plekje voor jezelf opzoeken. Dat je denkt van, oh, ik doe het op de gang wel eventjes. Maar als je denkt van, oh, ik vind de aula nog veel te spannend. Dan kan je het best gewoon even een rustig plekje opzoeken. Goed, het volgende punt is, neem genoeg extra eten mee. Ik heb vaak dat gehad, of nou, komt misschien een enkele keer voor. Ik heb het niet zo heel vaak gehad, dat lig ik. Van dat ik ergens ben en ik zit niet zo heel hoog en dat ik dan moet vragen van, joh, hebben jullie wat te eten voor mij? En om dat te vragen, ja, ik vind het best wel een beetje awkward. Omdat, ja, je bent gewoon bij iemand thuis, misschien wel je beste vriend of vriendin. Kijk, dan is het anders. Maar als je bij iemand bent waar je niet zo vaak komt en precies op dat moment heb je een keer net te weinig mee, ja, dan is het wel awkward. Maar voor de rest, neem gewoon genoeg eten mee. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn schooltas. Daar heb ik mijn broodtrommel in zitten. Kijk, hier een broodtrommel. Daar zit altijd genoeg in. Maar nu bijvoorbeeld een keer minder. Hier heb ik 2 keer dextro in zitten. Het ligt er net aan van hoeveel dextro's je gebruikt. Maar ik gebruik er veel als ik een hypo heb. Ik moet er dan 6 nemen, omdat ik 1 dextro stukje moet hebben per 10 kilo. Dus ja, dan gebruik ik er 6. Dus dan kan ik er beter 2 hierin hebben, zodat ik altijd genoeg heb. Nou, en voor de rest heb ik dan ook nog 3 koekjes. Dat is voor nu voldoende, maar als ik straks naar school toe ga en ik ga fietsen en weet ik veel wat, dan heb ik meestal wel wat meer nodig. Maar voor de rest, neem gewoon genoeg mee, want dat helpt je alleen maar. Oké, volgende punt is dat je je tijdelijk basaal moet lager zetten of dat je minder moet gaan spuiten. Dat komt erdoor dat je waarschijnlijk ga je wel fietsen naar school toe of je woont er zo dichtbij dat je gewoon er lopend naartoe kan. Dan heb je wel heel erg veel geluk. Maar als ik naar school moet fietsen, dan moest ik vroeger altijd 55 minuten fietsen. Nu zit ik op mbo en gelukkig maar 3 kwartier, dus dat is 10 minuten minder. Maar goed, alsnog, ik moet fietsen en dat is vrij lang. Dus ik moet mijn tijdelijk bazaal echt aanzetten. En verminderen om veilig aan te komen op school. Maar spuit jij nog, dan zou ik zeggen van spuit minder. Als het goed is, ook kun je overleggen met je diabetesverpleegkundige of de dokter die er voor jou is. Hoeveel je dan in dat geval minder moest doen. Ik moest toen altijd 1 eenheid minder spuiten en dat was dan 's ochtends en 's middags. Nou, dat spuit je natuurlijk niet of je moet precies 's middags naar huis toe gaan. Maar over het algemeen, als ik dan 's middags naar huis toe ging, dan had ik eerst even een koekje van 15 gram koolhydraten en ging daarna met minder, insuline, dat kan ik dan niet doen. Maar als ik dan wel een pomp had, dan had ik die minder gezet.
en ging dan naar huis. Nu heb ik gelukkig een pomp en is dat veel makkelijker te regelen. Maar goed, voor de mensen die spuiten, spuit gewoon minder op het moment dat het kan. En anders zorg dat je genoeg eten meeneemt. En dat is, dat vertelde ik net ook al over de broodtrommel van eet gewoon of neem genoeg mee. Blijf gewoon jezelf, ook al is het in die momenten, ik vertelde het net al, in de momenten dat je je wat minder prettig voelt als je moet gaan spuiten. Blijf dan alsnog gewoon jezelf. En ook als mensen die het niet weten, die niet je allerbeste vriend zijn of de leraren vragen het. Blijf dan gewoon jezelf en leg gewoon rustig uit van joh, ik heb diabetes en ik moet nu tijdens de lessen, als ik me rot voel, moet ik mij prikken, moet ik meten en in ieder geval moet ik wat gaan eten of juist wat bij spuiten of bolussen. Maar goed, wees daar gewoon eerlijk over. Doe rustig aan, het is niet raar. Er zijn genoeg andere mensen die dat ook hebben en die ook gewoon nog op school zitten. Denk aan mij, ik zit ook nog op school. Maar het is helemaal niks om raar over te doen. Want heel veel mensen hebben het en als je het gewoon rustig kan uitleggen en vertellen, helpt het jou alleen maar. Ik weet niet of het kan nu in verband met corona, met de regeltjes op school en weet ik veel wat. Maar als het wel kan, dan zou ik even met je leraar of juf of meester of wie dan ook eentje overleggen of je een kleine presentatie kan doen om het in ieder geval voor je hele klas in ieder geval in één keer duidelijk te krijgen van wat is diabetes en wat moet ik doen. En dat het dan niet net zo is dat je tijdens gym zit en opeens de zaal uit moet lopen omdat je wat moet gaan eten omdat je te laag zit. Want als dat wel gebeurt, dan kunnen ze nog raar opkijken. Terwijl als je gewoon één keer rustig vertelt, dan denken hun de volgende keer als je stopt met gym of tijdens het fietsen moet stoppen, dan denk ik van oh ja, hij of zij heeft diabetes, dus hij gaat nu wat eten. Of ze vragen het wel, maar goed, dat is ook nergens om je over te schamen. Maar goed, in ieder geval, kijk of je een kleine presentatie of zo kan geven over diabetes, zodat het in één keer duidelijk hoeft te zijn. Het hoeft geen preek van een half uur te zijn, maar gewoon klein, kort, nou, 10 minuutjes misschien, hooguit, gewoon de basis. En dat is meestal al genoeg. En dat helpt jou en dat helpt vooral de mensen om je heen op school. Misschien dat er dan ook misschien nog wel een andere leraar bij kan zijn, zodat die het ook meteen weet. Ik had het hier aan het begin van de video al over in de intro, van dat het handig is om een klein extra tasje mee te nemen. Ik heb dan dit tasje meegenomen. Ja, hij ziet er smerig uit omdat ik hem eigenlijk niet onderhoud. Maar goed, dat moet je dus wel doen. Maar goed, wat heb ik hierin zitten? Heel veel troep door dextro's die verkruimeld zijn. Daarom heb ik zo ook tegenwoordig een broodtrommel zitten. Infuusstukjes voor mijn pomp, die ik sowieso een keer moet vervangen, want die zijn ook helemaal smerig. En reservoirs zit erin. Maar goed, hij moet even een keer schoongemaakt worden. En dat is ook misschien een tip voor jullie. Koop in ieder geval zo'n klein tasje, zodat je daar in ieder geval je reserve spullen voor je pomp in kan doen. En ze niet kwijt hebt. En oh ja, nog een tip. Dextro's gewoon bewaren in je broodtrommel en niet hierin. Dat wordt helemaal smerig. En dat geldt ook voor koekjes. Ik ga deze eerst maar schoonmaken, denk ik. Nog een tip die ik jullie ook wil meegeven, is dat je goed en vaak moet blijven meten. En het was vooral al tijdens de hitte van de afgelopen weken, was het al dat het erg warm was en dat het al belangrijk was om goed te gaan meten. Maar dat geldt nu ook voor als je naar school gaat. Want misschien heb je wel minder tijd. Maar voor degenen die de Frisa Libre gebruiken, is het dan weer positief. Die kennen hem één keertje zo en update. Hun weten het. Dus dat is al makkelijk. Maar voor de mensen die het nog moeten vingerprikken en zo, dan zou ik gewoon zeggen van probeer in ieder geval op het moment dat je pauze hebt. Dus meestal om 10:00 en 12:00 of zo. In ieder geval op die momenten. En misschien heb je dan wel eens tussendoor nog eventjes tijd om pauze te houden van een kleine 5 minuten of zo. Of 10 minuten. Meet dan ook, zodat je in ieder geval weet van oké, ik zit zo hoog of ik zit nu zo laag en ik moet nu echt wat gaan eten.
Want anders, dan weet je niet hoe hoog je zit en dan ga je alleen maar door en dan zit je straks wel weer in één keer te laag en dan denk je, shit, had ik nou maar vaker gemeten. Dus een tip, gewoon vaker meten, dan weet je gewoon veel meer dan dat je anders weet als je minder meet. Accepteer gewoon dat je diabetes hebt. Want dat is de algemene versie, die heb ik in mijn vorige video behandeld, hier bij het i'tje. Maar als je wat verder inzoomt, gewoon puur op school, dan is het eerste paar weken sowieso niet makkelijk. Puur omdat je spanning hebt, oké, hoe gaat mijn diabetes reageren als ik op school zit en dat soort dingen. Dat is helemaal niet erg. Mentaal kan het af en toe wel een beetje zwaar worden, puur omdat je bedenkt van nee, ik heb weer zo'n moment dat het weer niet goed gaat. En misschien is het wel in je vakantie niet helemaal goed geweest, of misschien juist wel, net zoals bij mij. Dat is helemaal niet erg, dat is normaal en je moet gewoon ergens gewoon een beetje je weg in vinden van oké, nou ik heb nu zoveel insuline nodig en als ik nu gewoon de volle hoeveelheid spuit, dan is het weer te veel. Maar heb je een pomp, dan kan je zeggen van ik heb mijn tijdelijk basaal gewoon nu op standaard gewoon 100% staan. Maar moet ik niet wat meer hebben tijdens de lessen of moet ik juist wat minder hebben tijdens de lessen? Dus kijk daar vooral ook even naar. Hoeft niet meteen de eerste week, maar misschien komt dat in de loop van de tijd wel als je een beetje weg bent met om naar school te gaan en alles weer een beetje te doen en je denkt terug van hoe was mijn week, weer veel te hoog tijdens school, oké, wat gebeurt er als ik komende week de tijdelijk basaal iets hoger zet, zit ik dan niet meteen te laag, maar nou goed, dat soort dingen moet je een beetje zelf uitzoeken. En dat kan gaan met hypo's, maar kan ook gewoon in één keer goed gaan. En ja, dat moet je gewoon even uitzoeken. Het is nooit makkelijk, maar het is wel in ieder geval de moeite waard om het uit te proberen. Want als je niet uitprobeert, dan blijf je sowieso te hoog zitten. Goed, dat waren ze. Mijn 8 tips die ik jullie wel geven voor als je met diabetes naar school gaat. En vooral als je in het begin zit van dat je net diabetes hebt en naar school gaat. Vond je deze video leuk? Druk even een duimpje hier beneden van abonneren en natuurlijk op belletje drukken. Daar word ik helemaal gelukkig van. En als je denkt van oké, laat ik een keer een leuke reactie achterlaten. Vind ik hartstikke leuk. Doe dat ook meteen eventjes. Dan ga ik meteen even een nieuwe video bedenken en zelf natuurlijk ook naar school. En even kijken van joh, in deze coronatijd, hoe ik dat precies moet managen. Ik zeg, laat hers!